Wat zie jij, wat misschien heel veel andere mensen die niet meegaan, wat zie jij wat anderen niet zien? Nou, ik ken zelf heel slecht tegen onrecht. En 2,5 jaar geleden, toen wij begonnen met het actievoeren en zo, naar aanleiding van een quote van Thierry de Groot dat de veestapel gehalveerd moest worden, toen dachten wij allemaal, die man is gek. Maar langzamerhand, in die 2,5 jaar is ons duidelijk geworden dat er een veel groter plan is. Waarschijnlijk zijn jullie allemaal wakker genoeg om van de Great Reset gehoord te hebben van Klaus Schwab. Tri-State City en in ieder geval 2,5 jaar geleden toen zeiden ze van ja, Nederland moet het New York worden van Europa. Nou, toen dacht ik van, de mensen die zijn gek. Maar ondertussen zijn we er wel achter dat dat blijkbaar wel onderdeel is van het grote plan. Dat hele stikstofgebeuren waar wij voor strijden, dat is gebaseerd op helemaal niks. Het hele corona gebeuren, ik heb zelf corona gehad en ik denk een heleboel mensen hier zo. Ik heb geen spuitjes gehaald en ik sta er nog steeds. Nou, en het gaat van kwaad tot erger natuurlijk. Hè. Nu zijn er dus al serieuze plannen op die... op dat moerasland van het stikstof gebeuren, kritische depositiewaardes die nooit van zijn leem gehaald worden, ook al gaat iedereen uit Nederland. Daar zit vast een diepe plan achter en zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, gaat het alleen om die boerengrond. Natuurgebieden zijn hartstikke gezond mensen. Wij komen van het platteland, wij wonen bij die natuurgebieden. Kom zelf kijken, de natuur is gezond.